Ook een nieuwe financiële transactiebelasting gaan invoeren. Op het moment dat je dat gaat doen en je gaat dat delen over de mensen, betekent dat een vrijheidsdividend van 1000 euro per maand voor iedereen. En daar moet je met elkaar voor strijden. Omdat je na deze periode, met bizarre periode, met onnodige vrijheidsbeperkingen, dan ook daadwerkelijk de echte vrijheid gaan krijgen met een vrijheidsdividend. Steun daarom, is mijn oproep ook, de komende verkiezingen, die partijen die daadwerkelijk willen werken aan een vrijheidsdividend, het omvormende bedrag als basisinkomen. Daar moet je voor gaan om daarmee de vrijheid van ons allen en van u en mij te realiseren. Dank u wel. Dankjewel, Norbert. Er is één voorwaarde voor het basisinkomen, om het te mogen ontvangen. Dat je mens bent. Dat is de enige voorwaarde en dat je leeft. Toch is Partij voor de Dieren één van de partijen die het basisinkomen in hun partijprogramma gaan opnemen. Dus ik ben heel benieuwd naar Lamme Fangaans motivatie om het basisinkomen op te gaan nemen. Norbert. Dankjewel. Dat klopt. We gaan het opnemen in het verkiezingsprogramma. Beste mensen, sommige mensen zeggen dat het tijd wordt voor een basisinkomen. Maar wij zeggen, Partij voor de Dieren zegt met jullie, het is al lang tijd voor een basisinkomen. Ik was gisteren, misschien ook een aantal van jullie, was ik in Sprookjes Wonderland op de Zuidas. Samen met XR. Met de boodschap, het kloppend hart, dit hart klopt niet. En daar, beste mensen, wordt per jaar 37 miljard aan belastingontwijking doorgesluit. 37 miljard. Dat is bijna hetzelfde als we uitgeven per jaar aan onderwijs in Nederland. Moet je nagaan wat we met dat geld zouden kunnen doen. Dus na 37 miljard. Tegelijkertijd hebben we dat belastingparadijs van multinationals. Daarnaast hebben we opgetuigd een controlestaat. Een toeslagenstelsel waarin jij schuldig bent totdat jij bewijst dat het niet zo is. Dat is een flagrante schending van mensenrechten. De omdraaiing van het rechtsprincipe. Dat hele toeslagenstelsel is opgetuigd omdat een gewoon inkomen niet meer voldoende is om van te bestaan. En het is dankzij mensen als Alexander de Roo, die uitrekent en die becijferd heeft dat we een basisinkomen gemakkelijk kunnen financieren. Als we alle toeslagen, als we de hele rimram aan toeslagen en controlemechanismen afschaffen en inzetten voor een basisinkomen. En of dat dan wat het precieze bedrag is, daar kunnen we over steggelen. Maar dat het kan, is overduidelijk. Want een basisinkomen is niet alleen een recht, het is ook noodzakelijk. Omdat een basisinkomen jou een steviger positie geeft in een wereld die steeds onzekerder wordt. En dat moeten we niet willen. Gandhi heeft gezegd, de mate van de beschaving van een land is af te lezen hoe we omgaan met dieren. Helemaal waar. Maar wat ook zo is, is dat is het niet de plicht van een land dat rijk genoeg is, om een basisinkomen te kunnen vertegenwoordigen, te kunnen regelen, is het dan niet de plicht van die overheid om dat ook te doen? Laten we dat dan doen, want 17 november nodig zijn het helemaal gelijk. In Den Haag moet het gebeuren, daar worden beslissingen genomen. Je weet op wie je moet stemmen. Je weet welke partijen zijn die voor een basisinkomen zijn. Jullie zijn allemaal actievoerders, jullie zijn allemaal medeverantwoordelijk. Net als ik, net als Alexander, dat gaat gebeuren. Dank jullie wel. Dan hebben we nu een vertegenwoordiger van het basisteam GroenLinks, Jan Atsen Nicolai. Ze hebben flink gelobbyd bij GroenLinks en ook daar ziet het er naar uit dat er een behoorlijk voorstel komt in het verkiezingsprogramma voor het basisinkomen. Kom erbij, Jan Atsen.
Dank jullie wel. Ik ben blij te zijn op deze demonstratie over het onvermijdelijke basisinkomen. Het komt er namelijk aan. Onvermijdelijk. Ik spreek namens de werkgroep basisinkomen GroenLinks. Stemmers en leden van GroenLinks zijn al lange tijd in meerderheid voor een basisinkomen. Deze denktank van GroenLinks is hard op weg de belangrijkste werkgroep van GroenLinks te worden. Terecht. Basisinkomen is een belangrijk onderwerp geworden, ook binnen de politieke partijen. Zonder twijfel krijgt het basisinkomen een plaats in ons volgende verkiezingsprogramma. 4 jaar geleden misten voorstanders van het basisinkomen op een procentje of 2 de meerderheid op het congres. Maar sindsdien is er gelukkig veel veranderd. Bij stemmers van verschillende politieke partijen is het basisinkomen populair geworden. In deze tijd van economische onzekerheid zal het verlangen naar het basisinkomen alleen maar groter worden. Is het basisinkomen een oplossing voor alles? Nou, dat vind ik eigenlijk wel. Het is in ieder geval zeker zo dat zonder basisinkomen het allemaal niet gaat lukken en het veel moeilijker wordt. Is basisinkomen een wondermiddel? Nou, dat vind ik eigenlijk ook. Het is erg moeilijk om een beter middel te vinden om armoede te bestrijden, om de armoedeval te vermijden, om alle arbeid te belonen en om te zorgen dat alle mensen zich beter en meer gewaardeerd en beloond voelen. Gewoon omdat we er zijn en gewoon met iedere stem evenveel waard is. Met een basisinkomen is de basis op orde. Een bodem in ons woongebouw, zekerheid en meer vrijheid voor iedereen. Het is eenvoudig, effectief, rechtvaardig en treffend. Het is een recht, een mensenrecht. Hoe kunnen we een democratie onderhouden zonder basisinkomen, zonder economische bestaanszekerheid voor iedereen? Laat er verder geen misverstand over staan. Een basisinkomen is een basisinkomen, een gegarandeerd inkomen en dat is het al. Over alle andere maatschappelijke kwesties zal echt rustig doorgediscussieerd worden. Alle politieke dieren kunnen gerust zijn. Er zijn heel veel onderwerpen die blijven nog aan de orde. Maar een gegarandeerd basisinkomen maakt deze discussies eerlijk. Dat ze niet meer plaatsvinden onder economische knechting. De filosoof Thomas Paine stelde al in 1792 dat economische bestaanszekerheid voor iedereen nodig is om een democratie tot bloei te laten brengen. En zo is het. Basisinkomen als voltooiing en voorwaarde van de democratie. Basisinkomen is een mensenrecht. Begin juli dit jaar stelde de Verenigde Naties dat een basisinkomen voor iedereen het beste middel is om 2,7 miljard arme mensen in de wereld te helpen. Ook daarvoor acten. Het crisisinkomen van GroenLinks en de rest van de wereld is eigenlijk gewoon een basisinkomen. Ieder mens dient gevrijwaard te worden van armoede en gebrek. Dat is al tientallen jaren een mensenrecht. Het is zo simpel, het is zo overzichtelijk, het is een meesterzet. Het basisinkomen is een mensenrecht. De basis op orde. Basisinkomen is onvermijdelijk.